Maar goed, is het iets waar je meer rekening mee houdt? Nu dit, bedoel, je deed het vanzelf al, je kijkt naar de rol. Nou, ik vind dat het moet een functie hebben, dat sowieso. Anders niet? En anders niet. En ik ben ook wel gevoelig voor die cijfers. Ik las vandaag dat als er in geen één Amerikaanse film meer zou worden gerookt, dat 2 miljoen doden per jaar zou schelen. Nou, dat is toch iets waar je als filmmaker ook je verantwoordelijk... niet voor 2 miljoen doden, maar bedoel, je moet wel nadenken. Dus ja, maar ik denk met name, waar eindigt het? Dus gewoon, het gaat nu over het roken, maar waar gaat het over 2 jaar over en over 6 jaar? Wat zeg jij als sportvrouw? Wel of niet? Laten zien in de film. Ik vind dat je gewoon de werkelijkheid moet weergeven, dus... Wel. Paul? Ja, ik vind het ook wel. Ik vind het dan misschien nog wel verantwoordelijk... omdat misschien iets verantwoordelijk eten in een film... omdat dat echt een probleem met obesitas... maar je kan toch die film Carol niet denken... dat nee, Kate Blanchett geen sigaret opstelde... en die stak er wel 47 op, omdat ze lesbisch was. Maar in ieder geval, elke keer als het opstak... voor het nemen ook zo lekker vroeger denken. Oh, lekker, ja. Paffen. Nou ja, weet je wat? We zullen er gewoon op letten. Neem aan zijn kaasstengel. Dank jullie wel.